Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go. Hoi, hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ga je vandaag een shopblog laten zien van de Action. Ik heb een aantal kerstspullen gekocht en ik heb een aantal beauty spullen gekocht. En ik heb voor, waar is mijn bon? Ik heb voor 23 euro uitgegeven en heb ik best een hoop spullen voor gekocht. En die ga ik je laten zien. Ik begin met de kerstspullen. Ik heb een boompje gekocht bij de Sligro een tijdje geleden. Kon je zien in mijn non-beauty shoplog. En daar heb ik het een en ander spulletje voor gekocht. Want ik had nog geen boompje en ik had ook nog geen spulletjes voor erin. En die wil ik op mijn slaapkamer zetten en op de achtergrond van mijn filmpjes. Voorlopig nog even niet, want de moeder van een van mijn beste vrienden is overleden. En ik vind het niet gepast en mijn hoofd staat er ook niet naar om dan die boom op te gaan zetten. En misschien volgende week een keertje of na kerst. Nee, dat is een grapje. Maar wel een keer snel. Ik begin even met wat ik daarvoor heb gekocht. Ik heb roze balletjes gekocht. Foei lelijk, maar met kerst mag dat, vind ik. En ze zijn heel schattig en klein en leuk. En ik vond ze heel erg lief. En die kosten... Kerstverlichting. Ik moet even zoeken hoor. 1,50 voor zoveel balletjes. Dat is... 24 balletjes zitten erin. 1,50. Dat vind ik geen geld. Ik heb ook slingertjes gekocht. Die zijn paarsig. Roze paarsig. Een beetje fuchsia-achtig. En deze kostte 1,10 euro als ik me niet vergis. 1,05 euro. Dat is zo'n slinger. En dat vind ik ook leuk voor in de boom. Ik heb ook een piek gekocht. Die hadden ze niet in het roze of in het paars. Maar anders had ik die meegenomen. Maar deze vond ik ook leuk en die kan altijd. Hè. Zilver kan eigenlijk altijd overal bij. En die piek die kostte... €1,90. Dat was voor in de boom. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook nog lichtjes gekocht. Dit zijn 20 stuks. En die kosten €1,95. Het zijn 20 lampjes en gewoon van die standaard lampjes. En voor het kleine boompje wat ik heb, leek 20 me wel genoeg. Ik heb ook nog takjes, of wat is het? Parelverlichting gekocht. Die zijn niet voor in de boom, maar gewoon om ergens op te hangen of om neer te zetten. Ik weet nog niet wat het plan is. En deze kostte €1,95 en die vond ik wel heel erg leuk. Sfeervol, zeg maar. Dus die heb ik ook gekocht. Ik kocht nog een pot, een snoeppot. Voor €1,95. Met, ja, wat zijn het? Het lijken kauwgomballen, maar ik weet niet of dat is. Het staat er niet op. Kauwgombal, ja. Het zijn kauwgomballen met de kleuren van kerst, wit, rood en groen. En met Merry Christmas erop. En dat vind ik wel leuk. Vooral de pot vind ik heel erg leuk om te bewaren. Die kun je neerzetten of iets. En It's Christmas Time staat erop. It's Christmas Time. Nee. En dat vond ik wel heel erg grappig. Dan kocht ik voor 80 cent of voor 70 cent. Voor 80 cent deze leuke kerstfiguren waar je chocola van kan maken. En je zou hem zelfs ook nog in de oven kunnen gebruiken, zie ik. Je zou er zelfs ook nog ja, koekjes van maken, maar ik durf dat niet zo goed. En ik vind het wel heel leuk om met de kerst chocolaatjes te maken en die dan te vullen. En dan deze figuurtjes ervoor te gebruiken. Dat vind ik wel grappig. Dus dat heb ik gedaan. En 80 cent is ook toevallig. Ja, daar zal wel geen honger van lijden, zeg maar. Als laatste van de kerstspullen kocht ik een etagère. Dit is in een sterrenvorm met drie lagen. En wij stikken hier thuis van de etagères. Maar ik vond dit wel gewoon grappig. Ja, om met de kerst neer te zetten. En misschien geef ik hem nog weg aan mijn moeder of zo voor Sinterklaas. Want wij vieren vandaag, nadat dit filmpje online komt, vanavond 12 december vieren wij Sinterklaas pas. Heel 5 december op pad geweest als Piet, dus dat kan ik niet anders. En misschien dat ik hem dan zo geef. Dan gaan we over naar de beauty spulletjes. Want die heb ik ook nog een paar gekocht, want ik kan de Action niet verlaten zonder beauty spullen. Ik begin even met simpele dingen. Elastiekjes. Ik heb gekleurde elastiekjes gekocht. 2 setjes voor 50 cent per stuk. Omdat ik altijd mijn elastiekjes kwijtraak. Ik weet niet wat ik ermee doe. Maar ze liggen door het hele huis. En als ik ze nodig heb, kan ik ze nooit vinden. Dus ik heb
kleuren gekocht die goed opvallen. En dan hoop ik dat ik ze niet kwijtraak. Op hoop van zegen. Ik zag een nieuw paletje liggen bij de Action. En dat is dit palet. En dat is het... even kijken, hoe heet het? Eyeshadow Absolute Nudes. Absolute Nudes. En dit lijkt wel een beetje op het Naked 1 palet. Het is niet een exacte dupe. Maar de kleuren komen wel aardig overeen. En ik wil hem gewoon graag eens proberen. Want dit paletje kost €1,79. En dat is geen geld. Ook vergat trouwens deze nog te laten zien. Die vind ik gewoon leuk om neer te zetten. Die van de kerstspullen. Dat is een hertje en die is 80 cent. Niet heel boeiend of zo, maar ik vergat hem te laten zien. Dan kocht ik nog functioneel een pak Huggies. Daarmee verwijder ik mijn swatches op mijn hand. Of mijn foundation, want ik breng op mijn foundation aan vanaf mijn handrug. En dan kan ik deze ermee verwijderen. Die kostte ook 80 cent. En dat gaat het babytje voorop. Ja, dat is lief, hè? Dan hebben we nog de Max & More eyelashes. Hoor ik hele goede verhalen van. 3 stuks. Ik zou vooral die onderste 2 gebruiken, want die bovenste vind ik net te heftig. Misschien zelfs alleen de onderste. Maar goed, dat gaan we zien. En hoe duur was jij? Deze waren 90 cent. Dus dat valt ook nog te doen, of wel al te doen, is gewoon spot goedkoop. Dan kocht ik ook nog het Natuurlijk Puur Zijdeglans en Zen Iedere Dag 1 Minuut Masker van André Lon. Ze hebben best wel wat producten van André Lon bij de Action. Ik zag ook nog het Oil & Care Repair Serum staan, dat is zo'n olie. Maar die was een beetje troebel. En ja, dan denk ik van waarom ligt het daar voor €1,90 als het bij de Kruidvat €7 kost? Daar vertrouw ik dan niet helemaal, snap je? Dus dat heb ik niet gedaan. Want ik denk, het zal wel niet meer goed zijn of zo. Dit is voor vermoeid en dof haar. Nou, ik heb dof haar, ik heb vermoeid haar, ik heb droog haar. Ik heb alles wat slecht haar maar inhoudt. Dus die hoop ik dat gaat helpen. Ik heb ook de shampoo en de conditioner van. Ik hoop dat dat samen dan iets leuks oplevert. En hoe duur was jij? Zeg hoe duur jij was. €1,90. En in de winkel betaal je er ook iets van €6 of zo voor. Ik weet niet precies. Dit was mijn shoplog van de Action. Dit is alles. Het is best wel veel. Ik heb er bij elkaar €23 voor betaald. En dat vind ik eigenlijk heel weinig als je ziet wat ik allemaal ervoor heb gekocht. Bij de Primera of bij de Marskraam of waar je dan ook je kerstspullen koopt, ben je echt wel meer kwijt. Dus ja. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou het top vinden als je zou willen abonneren. Heel graag. En bedank ik je voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!